Ja, zoenen, wat is dat? Lippen drukken. Nou, dit citaat komt van Martine Delfos in haar boek. En zij heeft het ongetwijfeld gehoord uit de mond van iemand met autisme. Als je dat zo praktisch en exact beschrijft, dan moet dat haast wel. Seksualiteit en autisme, dat is het thema vanavond. En ik ga erover praten met Ivan Hentschik. Ik moet iedere keer die naam repeteren. Zeg ik het goed nu? Hentschik, bijna Hentschik, goed. Hentschik, het is een lastige naam. Het is een Poolse naam, heb ik begrepen. Poolse naam, ja, in Hentschik. De familie komt het komen. Welkom. Je bent voorzitter van Audi Roze, een werkgroep van COC. En je hebt ook autisme en je bent homoseksueel. Ja, dat klopt allemaal. Nou, allemaal ingrediënten die volgens mij een boeiend gesprek zouden kunnen opleveren. Ja, straks gaan we het over het COC-werk hebben en de werkgroep. Maar ik wilde graag iets meer weten over jezelf. Want wanneer kreeg jij te horen dat je autisme had? Ik kreeg al vrij jong mijn diagnose. Ik was 11. Op de basisschool werd ik veel gepest. En wilde ik ook liever alleen spelen en had ook niet zoveel klik met veel van mijn leeftijdsgenoten. Dus toen ben ik uiteindelijk bij een maatschappelijk werker terechtgekomen. En die gaf mij allemaal opdrachten van dingen, van mijn methode waarop ik dat zou kunnen oplossen. Maar ja, zij vond dat ik, dat ik dat niet goed genoeg deed of dat ik dat niet goed genoeg aankon of dat daar iets aan de hand was. En toen ben je psycholoog-psychiater terechtgekomen en daar is uiteindelijk een diagnose uitgerold. En toen? Ja, en wat toen, voor beeld riep dat op? Toen had ik een label. Ja, toen... Ja. Deed het jou toen wat? Nee, we hadden het net ook al een beetje over hoe het in de jaren 90 over seksualiteit nog gedacht werd. En het was best wel negatief ingestoken, die diagnose. Dat mij eigenlijk een beeld werd voorgehouden van dat ik nooit een relatie zou kunnen hebben. Dat ik nooit op mezelf zou kunnen wonen, niet zou kunnen werken. Waarschijnlijk ook geen vrienden zou kunnen hebben, zou kunnen krijgen als ik ouder werd. Ja, redelijk dus doembeeld, hè? Ja, dat is behoorlijk doembeeld, ja. 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 Niets van uitgekomen, hè? Gelukkig niet. Nee, nou ja, dat horen we zo nog wel. En jouw homoseksualiteit, hoe wanneer kwam dat? Toen was ik 13. Een paar jaar later? Twee jaar later, ja. Toen kwam ik er langzaam achter dat ik op jongens val. En werd ik verliefd op een jongen. En op mijn 16e ben ik toen uit de kast gekomen op de middelbare school. En dat heb je toen eerst op school of eerst je ouders verteld? Ongeveer tegelijkertijd. Dat moet spannend geweest zijn, volgens ja, mij. Ja, dat was het zeker, ja. Ja, ik had wel heel erg behoefte om het te vertellen en toen ik het verteld had, waren heel veel mensen heel erg verbaasd en in het begin best wel wat weerstand gekregen. Hè. Ik zat op een vrij grote school, maar ook een school die niet goed wist hoe ze met seksualiteit en diversiteit om moesten gaan en beter denken van als we nergens over praten, dan is er ook niks aan de hand. Dus ik was de eerste en enige op die school die dat deed en in het begin kreeg ik best ook wel wat... Echt serieus? Echt serieus, ja. Oké. Okay. 1500 leerlingen. 1500. Dus, dit was niet een school van 100 man of zo. En daarna werd het goede voorbeeld gevolgd? Of? Misschien nadat ik weg was. Okay. Nee, maar in ieder geval niet dat ik gemerkt heb. En, het was in het begin wel even lastig en ook wennen voor iedereen. Maar ik ben toch wel heel erg blij dat ik dat gedaan heb. En toen ben ik ook uit de kast gekomen voor mijn autisme op school. Want dat had ik eerst ook niet. En dat was een opluchting voor je? Ja, je voelt je wel sterker als je het gevoel hebt dat je jezelf bent en dat je ergens voor staat. Maar je had nog steeds dat doembeeld van dat autisme ook ergens boven je hangen, die domme wolk. Ja, dat is, ja, als je dat hebt meegekregen van mensen die toch deskundig zijn of horen te zijn op dat gebied, dan laat je dat natuurlijk niet zomaar los. Dus het kost wel tijd om dat helemaal los te laten. Ja, en als ik even kijk naar de kenmerken van autisme in de middelbare school, waar zat jouw... probleem, zeg maar. Een probleem mag ik eigenlijk niet zeggen, maar kwetsbaarheid. Kwetsbaarheid zat hem toch, ik denk, in prikkels. Dat ik toch wel op een gegeven moment overprikkeld kan raken. Dat ik toch wat meer moeite had met sociale omgangsvormen leren en weten hoe dat allemaal precies werkt. En dat ik had hele specifieke interesses en hobby's altijd. En allemaal niet zo'n dramatische dingen. Nee, ik bedoel, je hebt de middelbare school afgemaakt. Je bent daarna gaan studeren, hebt sociale geografie gedaan. Ja. Ook allemaal gelukt. Allemaal gelukt. Dus, die carrière, die is goed gegaan. Die schoolcarrière, zou ik maar zeggen. De schoolcarrière, ja. Werk vinden, dat is nog even wat lastiger. Maar dat is een heel ander verhaal waar we het vandaag niet over gaan hebben. Ja. Maar je hebt me ook verteld dat je nog voor een tweede diagnose bent gaan vragen. Je wil een second opinion, hè? Als het om autisme ging. Nou, het was niet zo dat ik een second opinion wilde, maar het was zo dat ik was na mijn kindertijd ook nooit meer echt in aanraking gekomen met hulpverlening.
Nou, toen, ja, toen ik afgestudeerd was en heel veel problemen had met werk zoeken. Dus nog even tussendoor, jij kreeg die diagnose en dat was het? Dat was het, ja. Verder was er geen ondersteuning of... Nee. Ja, toen ben ik toch contact gaan zoeken met een psycholoog om ook eens te kijken van wat betekent dat autisme nou echt voor mij. En nou goed, mijn diagnose was op dat moment 16 jaar oud, zoiets 16 jaar oud. En ja, dus dacht ik van nou, het is wel een goed idee om dat eventjes opnieuw te laten doen om te kijken of dat allemaal even nog wel review, klopt. Klopt, ja. En, het klopte, ja, ja, ik was geslaagd, dus... ja... Dan ben je klaar en dan wil je aan het werk. Maar je bent ook geïnteresseerd in homoseksualiteit en autisme. En je gaat naar het COC om daar actief te worden, begrijp ik. Ja. Dat is uit nieuwsgierigheid gegroeid? Of? Nou, ik ben al 10 jaar actief in het COC en ik heb echt van alles gedaan. En het is ooit dus begonnen dat ik op een uitwisselingsreis naar Montenegro was. En het ministerie van Buitenlandse Zaken gaf subsidie om iets met LHBT te doen. LHBT? Lesbisch, homo, biseksueel, transgender. Okay. Dus dacht ik van nou, dan gaan we een soort voorlichting doen, waarbij, of een voorlichtingspraatje waarbij we herkende homo doen. En ik zat dan als homo voor en dan vertelde ik wat over aan die Montenegrijnse jongeren en studenten. En dat vond ik eigenlijk wel heel leuk. Dus toen dacht ik van nou, dat wil ik in Nederland ook doen. En toen ben ik voorlichter geworden bij het COC. Na een aantal jaar ben ik het bestuur ingegaan van het COC Midden Nederland. Dat heb ik 5 jaar gedaan. En nu sinds... iets meer dan een jaar coördinator van Oud-Tirolse. Dus dat is een vrij nieuwe... Het is een vrij nieuwe groep, ja. In februari 2015 zijn we begonnen. Ja. En we zijn de eerste en enige in Nederland die iets voor deze doelgroep doen. Dus ja. Dat is wel spannend. En toch zo? Ik mag niet klagen over de belangstelling, de bezoekers en hoe leuk het allemaal is. Dus, ja, wat doe je dan precies? Wat houdt dat in? Nou, onze kernactiviteit is eigenlijk dat we maandelijks een, ja, we noemen het netwerkborrel, houden in een besloten ruimte. Waar mensen gewoon met elkaar kunnen praten, elkaar kunnen ontmoeten, iets kunnen drinken. Daarnaast hebben we sinds kort gespreksgroepen. En, we doen over thema's? Ja, het is een vaste groep mensen die je hebt. En dan praat je iedere keer over een thema rondom autisme en of homoseksualiteit, ja. Of transgender. Wat voor soort ervaringen hoor je daar nou? Ik bedoel, het zijn allemaal jongeren die, zoals jij, hè, autisme hebben en homoseksueel zijn, of biseksueel zijn, transgender zijn of lesbisch. Of lesbisch, ja. Want we hebben ook heel wat vrouwen. Ja, veel vrouwen? Ja, ik denk voor een autismeactiviteit is ons percentage vrouwen best goed. In de zin van dat het ook interessant is om als vrouw te komen, dat er genoeg andere vrouwen zijn om mee te praten. Want waar worstelen de mensen vooral mee? Het is eigenlijk heel erg divers. We hebben echt, we hebben jongeren van begin 20 die bij wijze van spreken iedere week seks hebben. En mannen van eind 30 die biologisch wel weten hoe het allemaal werkt, maar die geen idee hebben van hoe je in de praktijk tot seks komt. En wat heel vaak terugkomt is toch moeite bij het vinden van aansluiting bij de LHBT-gemeenschap. En dat zit hem dan bijvoorbeeld in prikkelverwerking. Hè, dat het lastig is om naar een homokroeg te gaan of naar een feest te gaan. Ja. Dat het toch lastig is om subtiele signalen te begrijpen. En als je gaat flirten met iemand, dan is dat wel heel belangrijk dat je... Hoe doe je dat? Ja, hoe doe je dat? Precies, dat is... Daar hebben sommige mensen toch wat meer tijd voor nodig. Wisselen mensen dan ook tips uit en zo? Ja, we hebben dat laatste spontaan tijdens een meeting gedaan. Dus we dachten van, het zou leuk zijn als wij een volgende keer eens een soort van dating workshop of iets dergelijks houden. En mensen dan leren hoe ze met Grindr of met andere dating apps of iets dergelijks om moeten gaan. Ja. Maar ook bijvoorbeeld, hoe zie je een ander in het café? Hoe pak je dat aan? Ja, dan denk ik dat in onze doelgroep dat... Het beter is om te beginnen met digitaal en daarna pas naar het café te gaan. Maar dat gaat natuurlijk ook niet voor iedereen, maar inderdaad dat ook. Ja, heel praktisch dus. Het leuke nieuws is dat jij ook al enige tijd een dikke relatie hebt, hè? Een dikke relatie nog wel. Een lange relatie. Ja, inderdaad. Dat vind ik heel leuk. Nou ja, kijk even, als ik terug ga in de tijd naar dat doelbeeld kijk wat toegeschetst is. Je hebt een onderwijscarrière achter de rug. Je woont zelfstandig inmiddels. Je hebt een vriend waarmee het al enige tijd goed gaat. Ja. Geslaagde jongen, zou ik bijna zeggen. Zou ik ook zeggen, hoor. Mag je ook zeggen als je wilt. Maar nog even terug naar jouw vriend. Hoe heb je die leren kennen? Nou, wij hadden alle twee een bijbaantje als postbode. In de buurt van de universiteit. En
daar zag ik hem en toen heb ik hem aangesproken. En, Weet je dat je bij mij de post kan bezorgen? Dat ga ik niet verklappen op een live tv. Maar jullie zijn gaan samenwonen ook? We zijn gaan samenwonen, 4 jaar geleden al. En dat loopt ook prima. Hm. Wel even wennen in het begin om niet meer mijn eigen plekje te hebben en alles te moeten delen. Maar, jij hoorde niet tot die groep die zei van ik moet niemand in mijn privéhuis hebben. Nee. We zijn nu zelfs zo ver dat we niet eens meer onze eigen kleding hebben, maar dat we onze kleding net hebben samen. Sommige mensen vinden dat heel vreemd, maar wij denken van dat is toch logisch. Okay, wat is nou het geheim voor jullie relatie? Iemand moet gewoon bij je passen, denk ik. Daar begint het mee. Goede communicatie, geen geheimen voor elkaar hebben, open kunnen praten over positieve en negatieve gevoelens, elkaar iets kunnen gunnen en denk ik niet de illusie hebben dat je een ander kunt veranderen. Ik denk dat zou ik zeggen. Goede communicatie. Ja. Wat is dat? Ja. Elkaar aanvoelen en weten wanneer je iets moet zeggen en ook zelf de vrijheid voelen om te zeggen wat je op het hart ligt. Niet ergens mee blijven rondlopen en oplossingsgericht communiceren, denk ik. Het is volgens mij bijna een les voor mensen die geen autisme hebben ook, hè? Het begint een beetje als managementtaal te klinken, hè, als ik het zo zeg. Ja. We zijn bijna toe aan vragen van kijkers ook. Ik ben benieuwd of daar dus nog vragen binnenkomen. Anders ontvang ik ze graag. Maar ik heb je ook gevraagd om, pak een beetje in 1 minuut, een wervende promo te houden voor de werkgroep. Volgens mij wilde jij daarvoor nog even iets vertellen over 21 juni, toch? Heel goed. Dat had ik jou ook beloofd dat ik dat ging doen. Dat is namelijk een festival in Utrecht. Maar misschien kan jij het nog veel beter zeggen dan ik. Ja, eind juni is het Midsommer Verkracht Festival in Utrecht. Dat is een festival voor lifestyle en seksuele diversiteit. En op dinsdagavond 21 juni hadden wij een themaavond over LHBT en autisme. En, onder andere Jeroen de Winter, onze vorige gast, die gaat daar ook spreken. Er gaat een dame spreken over transgender en autisme. En er komen 3 ervaringsdeskundigen, 1 homoman, 1 transgender persoon en 1 lesbische vrouw, die ook over hun ervaringen vertellen. En het is heel interactief, dus als je verder wil praten over dit onderwerp, dan voel je vooral welkom. Ja, en kijk even op internet, want daar staat alle informatie gerangschikt op een mooie website trouwens. En nu die 1 minuut, hè? Je mag 1 minuut. Nou, dan wil ik als eerst iets laten zien. Houd die roze. Wil je mij even helpen met dit vast te houden? Oh, dan doen we het boven. Nou, voor de mensen thuis, dit is niet doorzichtig, maar we zitten achter een groen scherm. Dit is een vlag die wij met Oud-Tiroze gaan gebruiken. Onder andere op dat Midsommergrachtfestival. Er staat op autisme is ook diversiteit. En dat is eigenlijk waarvoor wij staan. Wij willen zichtbaar zijn, we willen onderdeel zijn van de LHBT-gemeenschap. Onze boodschap is mensen met autisme horen er ook gewoon bij. En we houden van een positieve insteek. Ik denk dat dat gewoon heel belangrijk is en dat het ook gewoon hartstikke leuk is bij ons. En ik merk veel enthousiaste reacties van onze bezoekers. En wat ik vooral ook heel erg leuk vind, is dat er best een aantal mensen binnen de LHBT-gemeenschap waren die nu dankzij het bestaan van Oud-Tiroze uit de kast zijn gekomen voor hun autisme. Okay. Dus het idee hebben van, nu is het bespreekbaar, nu is het iets en nu kan ik het ook zeggen. Ja. Dus ik was heel verbaasd eigenlijk hoeveel mensen met autisme ik eigenlijk al kende. En hoeveel mensen met autisme er ook al niet in het roze wereldje rondliepen. En dat, okay. Dankzij Oud-Tiroze ben ik erachter gekomen. Ja. Dus het is hartstikke leuk, dus kom gerust langs als je interesse hebt. Ik kijk even naar de redactie of er nog vragen zijn binnengekomen. Er zijn geen vragen binnengekomen. Nou, de tijd is onverbiddelijk, dus wij moeten afsluiten nu. We zijn ook al enige tijd onderweg. Ik wil je heel graag bedanken voor jouw verhaal. En ik wens je veel succes bij het werk binnen Oud-Tiroze. En ook een zeer succesvol grachtenfestival toegewenst. Ja, op de website van het COC kunt u daar meer informatie over vinden. Overigens ook op de website van Oud-Tiroze, www.oud-tiroze.nl. Dit was het voor vandaag. We zien u graag terug bij een volgende uitzending.